David Kleurschevel, was jij ervan op de hoogte dat je op de laatste hol je put of je chip moest uithollen om de kut te halen? Nee, ik dacht dat het al klaar was. Maar mijn caddy had het wel gezegd toen ik mijn tweede bal sloeg. Dus ik wist dat ik hem erin moest chippen. Jammer dat hij er net uitlipt, maar ja, daar lag het niet aan. Waar lag het wel aan vandaag? Ik speelde eigenlijk gewoon wel goed. Gewoon, ik denk, 2, 3 slechte ballen. Die kwamen helemaal aan de verkeerde kant terecht. En ja, gewoon dat je dan in plaats van een bogey gewoon dubbel of triple maakt, dat schiet gewoon niet op. Vanochtend sprak ik ook met Christel en die vertelde eigenlijk een soortgelijk verhaal. Is het dan ook gewoon de baan die zo ontzettend lastig is? Nou ja, de baan is lastig als je de verkeerde bal staat op het verkeerde moment en aan de verkeerde kant. Dan maak je jezelf heel lastig. En zoals ik gisteren zei, mis ik ze allemaal aan de goede kant. En vandaag, nou ja, mis ik misschien wat meer fairways, maar ja, daar was ook nog wel redelijk. Maar ik had geen goede ligging. Ik had geen geluk met de liggingen, dus dan moest ik eruit chippen. En dan sla ik daarna een verkeerde bal naar de green. En dan moet je up en down maken voor bogey. En dat lukt gewoon dan niet. En dan kijk je gewoon naar een dubbel en een triple aan. En daar kan je gewoon moeilijk van herstellen op zo'n baan. Was er een moment in je ronde waar je dacht, nu moet ik er echt nog even aan gaan trekken en dan kan het nog? Nou ja, ik bedoel, ik kijk nooit zo naar het scorebord, ook niet naar een ronde. Dus ik weet helemaal niet waar de kut gaat liggen of wat dan ook. Je hebt natuurlijk wel een vaag idee. En ja, als ik nog 4 holes heb te gaan en ik weet dat ik een paar birdies maak, dan weet ik dat ik zeker de goede richting op ga. Maar ja, ik ben daar gewoon helemaal niet mee bezig. Want het enige wat ik kan doen is gewoon die bal weer vooruit slaan. En dan zien waar de terecht komt en hetzelfde doen. Dus ja, het maakt mij niet zo uit of ik weet waar de kut is of niet. En hoeveel birdies ik moet maken of wat dan ook. Is het nu dan nog extra balen dat je de kut op 1 slag mist? Of maakt dat dan ook niet meer uit? Nou ja, het is gewoon balen dat ik vandaag plus 9 maak. Heel veel succes de komende weken. Dankjewel.